Dat is toch belachelijk? Lek zegt, we nemen een wijntje. Ik zeg, ja. Jeetje, dames en heren. Ik zei, jullie gaan lekker aan het shoppen hier in Utopia. Het allerlaatste markt ooit in Utopia. Worden niet alleen in... Godverdikkie, hé. Man, ik had hem even niet zien aankomen. Nee, ik ook niet. Roken. Nee. Nee. Ja, echt te maf. Dik, hè? Spannend. Hè? Spannend. Natuurlijk niet. Nee, dat vind ik geweldig. Twee Milan, één Lex. Maar er is nog steeds Milan. Ja, ik heb het gevraagd. Ja. Dus als het goed is, Milan en Lex op de bank. Ja, perfect. Ja. Oké. Okay. Tenzij mensen aan het liegen zijn en wat anders gaan doen. Maar ja, dan zien we het dan wel weer. Oké, okay, wat zou ik gaan zeggen? Dames en heren, zijn jullie lekker aan het shoppen? De allerlaatste markt in Utopia. Überhaupt het allerlaatste evenement ooit. Worden niet alleen de inwoners, maar ook de bezoekers geroepen door de stem. Dat is heel raar om dat zo alleen tegen jou te doen. Ik ga wel even in mijn hoofd verder doen. Ja. Die staat ook heel hoog op mijn lijstje, ja. Jeetje jongens, wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier gebeurd? Zijn jullie lekker aan het shoppen op ons allerlaatste markt ooit? Überhaupt ons allerlaatste evenement ooit in Utopia? Worden niet alleen de inwoners, maar ook de bezoekers geroepen door de stem? Alleen die band. Raar hoor. Zet ik hem niet aan, hè? Ja. Ik zou hem goed voorstellen. Ja, heel vreemd. Ja. Niet weglopen. Wat? Niet weglopen. Wat dan? Je moet daar gestaan toch? Oh, straks, ja. Ja. Wat denk je? Wat? Wat denk je? Ik denk dat ik het al weet. Oh, je weet het? Ja. Kaleren zeg. Programma die live stemt op het strand met zoveel publiek, namelijk 1000 man. En ja jongens, we zijn op dit moment nog met 9 inwoners en met deze nominatieronde voor de boeg zijn we dus zeer waarschijnlijk morgen met 8 inwoners. En ja, wanneer gaan we naar huis? Ik ging bijna bij je in de wc. Oh, ja, dat is niet. Nee. Maar ik heb de deur opengelaten voor het geval dat ik flauw ging vallen. Oh, 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 oh. Zo zenuwachtig? Ja. Ah, leuk om mee te maken. Ja, dus we gaan stemmen. Voor het publiek. Ja. Hey. Veilig maandag, maar... Ja, nee. Vandaag? Nee, is het raar. Nou, jij hebt je geen zorgen op de baan. Nee, ik kom. Succes, jongen. Ja, dankjewel. Sorry? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, er staan allemaal dranghekken. Mensen zijn al verzameld. En over... Ja, weet ik. Ja, over 20 minuutjes ongeveer. Succes dan maar. Ja, dankjewel. Jullie wisten maar niks? Nee. Oh, tuurlijk. Maken. Ja, thanks. Wat zien jullie er goed uit? Nou, dankjewel. Ja, ja. Je moet even goed zometeen naar je make-up kijken, want echt door alle tranen heb je dinges. Maar het wordt niet hard en ik zal dat ook nooit doen, want daar ben je mij veel te dierbaar voor. Maar ik heb het beloofd dat ik het tegen je zou zeggen. En ook van de rest, blijf gewoon sterk. Jij kan dit. Ga ik ze nog meer mensen? Wat? Meer gaan krijgen. Of jij ze van meer gaat krijgen? Nee, het enige waar we niet twijfelen daarover. Jesse, Gerrit, ze gaan allemaal op Lex. Ja, Frenny gaat op Lex. Iedereen gaat bijna op Lex. Frenny ook? Ja. Maar dat zeg ik in vertrouwen nu tegen je. Jesse gaat op Milena. Oké. Okay. Oké.
En ik wil het echt niet. Je wil niet gaan? En waarom dan nu niet? Vind je het een afgang voor het publiek? Is dat de reden waarom? Ja, weet je, ik wil eerst duidelijkheid over dingen hebben. Ja? En dan ga ik. Maar wat die voor... Die geven ze me niet. Nee, maar dat is ook het finale spel, dus het hele gebeuren erbij. Ja, en ik wil daar gewoon niet staan en emotioneel worden of weet ik wat. Want we moeten natuurlijk naar het publiek gaan staan. Nee, we zitten gewoon, ze kijken gewoon met de rug achter ons. Dus jij, ja. Het zit gewoon zo, gewoon hoe het anders ook altijd is. Dat is het. Wordt gewoon gepresenteerd. Ja. Ja. Sterk blijven. Gewoon, ratsboom. Gebeurt niet zoveel. Nee. Maar ja, je bent het natuurlijk vergeten, ja? Na al die maanden. Ja, tuurlijk. Nee, je kunt het wel vaker. Maak me geen donder uit. Ik denk, wat doe je nou? Hoe lang ben je nou gestopt dan? Half jaar of zo. Nee. 3 maanden? 2 maanden? Nee, langer. Veel langer. Ik was in augustus, ben ik gestopt. Oh jee. Zeg dat. Ja. Maar namelijk heb ik ook zoiets van, ik ga wel lekker hier zitten. Want als ik nu wegloop of daar ga staan, dan word ik alleen maar gek. Iedereen is bloednerveus. Ja. Iedereen echt. Ah, geen idee. Waarschijnlijk gaan sommigen tactisch. Ja, ja. Ik weet niet of je dan nerveus bent. Ik volg de livestream. Ah, ik ook niet. Zeg maar, wie de livestream wegklikken, loop ik weg. Loop gewoon de stream uit. Ja, ik heb nog mijn frietjes liggen, jongens. Ja, er worden nog goed in die warme van. Als je een schoen doet. Ja. Oh, jongens. Wat doen jullie, man? Waar is de rest? Wat ga ik nu weer doen? Komen we deze nog binnen? Welke? Nee. Mijn god, joh. 10 euro was je. Welke heb je gekocht? Brinden, ja! Ja, nou zijn ze op. Ja. Nou, dan neem je er toch nog even van Alexandra. Nee hoor, dat ben je gek. Ik neem er wel eentje mee naar huis. Hallo, schat. Ja, dankjewel. En veel plezier ermee. Dankjewel. Yes. Oh, wat is die Frenny echt. Huilen. Ja? Jullie gaan ze stemmen. Spannend. Ja. Ik geef plassen. Ga maar lekker plassen. Sorry dat het lang duurde. Ja, het is vreselijk, maar het hoort bij de game. Ja, maar het is wel heel nu uniek. Ja, het is nooit eerder gebeurd. En ja, het is eigenlijk best wel heel vet eigenlijk. Ja, dat de mensen gewoon in, van de markt gewoon kijken hoe wij elkaar afmaken. Ja, misschien nog invloed hebben. Iemand moet staan of zo. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Ja, ik denk net zo zenuwachtig als jullie. Ja, maar hoe hard gaat het worden, weet je? Ja. Ja. Ja, die heb ik net gekregen. Ja, die heb ik net gehad. Nou, ik ga maar een bakje koffie halen. Ja, ik haal maar een bakje koffie. Ja, ik zweer het je. Is dat een beetje koud te kleuren?
Even geduld, ja, dat hebben we al even. En dan nog lekker borrelen? Ik moet hier wachten dus. Oeh. En dan nog lekker borrelen? Hm? Wordt een leuke sfeer, bent borrelen. Ja. Hallo! Hoi! Zijn er hier misschien theezakjes? Daarboven. Die, oké. Ja, helemaal achterin. Oh, weer laden. Ja, dat is het theezakje. Mensen, die hebben net de eindelijkjes. Ja, dan woon die uilen. Daar wonen hier ook uilen. Okay. Oh. Die hoor je s'nachts heel goed. Ja? Ja, dat is heel tof. Hoi. Ook babyuilen. Hallo. Nou, ga je weer nou even zien, hè? Ja. Lekker in mijn eentje. Ja, ik ben mijn bakkie gaan halen, ja. Ja. Jij moet niet zitten. En hoe is jullie dag? Leuk. Oh. Hoe smaakt de friet? Goed. Mooi, 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 mooi. Maar ik moet zeggen, dit is niet goed voor mijn gemoedstoestand. Dit is niet goed voor mijn gemoedstoestand. Gisteren een evenement tot 11 uur. Tot half uur bezig geweest met schoonmaken. Ben je al kapot? Hè? Huh? Van 7 tot 9. Ja, daarom ga ik maar even lekker zitten. Ik vind het allemaal wel even best. Ja, maar dat is het ding. Ik rook niet. Dus ik weet niet wat ik zou moeten doen. Sta maar aan de koffie. Nee. Eigenlijk niet. Daarom ben ik hier alvast gaan zitten. Ja, dat is mooi, hè. Wat ze zei, als het niet weg is, dan is het weg. Nou. Nou, dit is heel lang allemaal, hè. Duurt allemaal wel heel lang. Echt, hè. Ja. Ik ben van zo spannend. Ik weet ook niet dat er iemand nog in de tent zit. Een paar die denken, het is nu rustig, ik kan niet shoppen voor mijn leven. Nee, slim, slim. Oeh. Ja. Wat zijn de anderen aan toe? Moeders, mag ik dat zeggen? Ja, voor mij wel. Roken. Die zijn de spanning aan het... Aan het wegpaffen. Ja. Mama kan daar niet mee stoppen. Nou, dan moet mama wel mee stoppen. Stoppen, mama. Ja, dat klopt. Oh, ik heb allemaal ideeën die ik nu kan zeggen wat je kan doen, maar... Nee. Heb ik het gedaan? Ja, heb ik thuis een keer gedaan, al die sigaretten gebroken. Van, je moet nu stoppen. Nou, kun je voor ons allemaal... Nou, heb ik geweten. Ik pakjes weg kan leggen, denk ik. Ja. Kun je voor ons allemaal even koffie halen? Ik ben geen koffie, juffrouw. Met melk en zo. Ah! Ja. Ik heb alleen zwart. Ja, nou, top. Ik zie ook een beetje kijken van, nou, komt het nog jongens? Wat is nou? Ja. Hoe zie je de dagen met kleren kopen en zo? Ja, in een jaar tijd dan slijt ook behoorlijk wat. Ja, zak geld. Ja, maar dat is gewoon online bestellen? Ja, ja, online. Ja, we kunnen helaas niet naar de winkel of kopen op de marketing bijvoorbeeld kleding. Oh, zo. Maar zelf heb ik iets van... Ik heb volgens mij al... Deze schoenen zijn voor Jordi, deze broek is van Dylan. Deze is van de... waar we kleding inkopen. Deze ook. Dus gewoon van ook de inwoners die weggaan. Gewoon kleren op ijs, een soort van. Ja, want je zult ook wel op moeten letten dat nergens mag een merkje op zitten.
Nee, dat is vervelend, want anders komt ook gewoon het terrein niet op. Want je zit gewoon met mediawetgeving. Ja. Ik had toen een trainingspak besteld. Maar ik wist dus niet dat het merk was dat erop stond. Maar die was dus van hier tot hier. En hier tot daar. Ik denk, ah, eindelijk trainingspak. Loop ik weer een beetje normaal bij met sporten. Maar dat bleek dus het merk te zijn. Oeh. Ja, nou, die komt natuurlijk het terrein niet op. Want anders moet je gaan betalen voor het merk. Ja. Heel veel oude kleding en zo lang mogelijk mee doen. Ja. Dat is het. Ja. Ja. Ik wil meer dan winnen. Oh, ja, en ja. Brandon, hè, want het is wel heel lang. Het is altijd heel leuk, hè? Ja. Ik kijk nooit naar zijn. Nee, mama kijkt altijd. Ja, Merel vind ik het ook wel dat het verdient. Merel heeft hij ook genoeg gedaan. Zeker. Ik heb net zo lang haar als zij. Oh ja, ik zie het. Gaaf, hè? Ja, ik moet nog even een flik eindje. Ga ik mijn haar...